Wauw, dankjewel jongens. Tof dat jullie er zijn op deze fantastische beurs. Ten eerste heb ik een vraag voor jullie. Aparte vraag. Stel nou dat ik een van jullie vandaag zou vermoorden. Wat zou er dan met mij gebeuren? Dan? Dan word je opgepakt. Dan ga ik naar de gevangenis. Juist. En stel nou dat jullie de jury en de rechter mochten zijn. En je mocht bepalen wat er met mij zou gaan gebeuren. Zou je dan kiezen om mij te bestraffen? Of om mij te genezen? Mag je een paar seconden over nadenken en dan wil ik handen zien. Wie zou er mij straffen? Handen omhoog. Wie zou er mij genezen? Er zijn een hele hoop. Oh, ik ben blij met deze warmhartige zaal. Hey, dat is een aparte vraag. Hè? De reden waarom ik hem stel is omdat ik deze vraag ooit aan een opperhoofd van een Indianenstam heb gevraagd. En je ziet deze Indianenstam in de Amazone. En ik vroeg aan dat opperhoofd van hoe gaat het nou hier als er hier een misdaad wordt gepleegd? En toen zei hij, joh Wigert, op het moment dat zoiets ergens gebeurt, dan is dat niet de persoon zelf die dat doet, maar dan is dat de negatieve energie of een slechte gedachte in die persoon die ervoor zorgt dat hij tot zoiets slechts overgaat. En zo'n persoon heeft geen straf nodig, maar genezen. En toen vertelde hij, we hebben daar een speciaal ritueel voor. En dat betekent dat die persoon verwijderd wordt van het Indianendorp, van de bewoonde wereld. En dan ga je lange tijd ga je in isolatie, in de jungle, in je eentje. En daar ga je werken met verschillende plantmedicijnen en shamanen. Want de shamanen zijn de doktoren van de jungle. En als je dan denkt van ja, maar die mensen die weten toch helemaal niks. Nou, die weten al heel wat. Want die doen dat al 4000 jaar op deze manier. En dan zul je je afvragen, ja, hoe kom je hierbij? Nou, 3,5 jaar geleden heb ik zo'n ritueel gedaan. Niet omdat ik iemand vermoord had op een beurs. Maar wel omdat ik bijna zelf ten onder was gegaan aan dodelijk gedrag. Op zoek naar erkenning, succes, geld, macht. En die reis die is mij duur komen te staan. Daarvoor ga ik jullie meenemen op mijn reis. Hoe ik hier vandaag op het podium terecht ben gekomen. Het bijzondere van zo'n ritueel is dat iemand die slechte energie en die slechte gedachten en die slechte gewoontes uit zijn systeem haalt en dat hij zich gaat herprogrammeren als een beter mens. En we krijgen hier straks nog een fantastische breinexpert die gaat hier ook over vertellen over hoe we kunnen veranderen. En ik denk dat er wel een aantal van ons zijn die misschien een slechte gewoonte hebben die ze zouden willen veranderen, toch? Handen hoog voor degene. Eentje? Nee. Ja, maar helemaal content met jezelf. Oké, te gek. Eerlijk publiek. Toen ik 28 was, Toen werkte ik bij een multinational in de financiële dienstverlening. Ik verdiende bakken met geld, reed een dikke auto en het kon echt niet op. En toen ik nog een keertje opslag kreeg en nog meer geld verdiende, toen kwam ik er ook achter van ja, maar dat geld is niet hetgene wat me nou per se gelukkiger maakt. En ik zal je een beetje een beeld schetsen van de wereld waar ik in zat. Ik stond op maandagochtend bij de koffieautomaat en zei ik tegen een collega van hey, ben je nog wel gelukkig met je werk? Nou, niet echt. Ik wil eigenlijk weg. Nou, waarom ga je dan niet weg? Ja, de komende 12 maanden verdien ik 35.000 euro bonus per maand. Dus als ik wegga, dan verdien ik die niet meer. En nu zie ik sommigen van jullie hun ogen omhoog doen van nou, ik zou nog wel blijven zitten. Dat klopt, dat doen de meesten ook. Maar een jaar later verdien je nog meer en gaat het weer zo door. Dus je zit gewoon in een gouden kooi. En ik zag dat en ik dacht, weet je, ik moet hier weg. Ik heb toen besloten, nou, ik wilde gaan ondernemen. Ik heb een investering opgehaald. Toen de tijd was Facebook nog helemaal hot. Kennen jullie Facebook nog? Dat is bijna vergeten ondertussen. Maar toen gingen we een app bouwen waarmee retailers hun webshop op Facebook konden plaatsen. En dan kon je daar spullen verkopen. Ik dacht, geen ideaal idee. Ik zag het in Amerika. Het was een hele hype. Er werden miljoenen ingepompt. Ik denk, wij gaan in Nederland gaan we dit bouwen. We zijn de eerste. Dan worden we de grootste. De grootste van Europa. En als ze dan uit Amerika naar Europa komen, dan kopen ze ons op. Dan hoef ik niks meer te doen. Dan ben ik klaar. Die strategie bleek geen goede strategie te zijn. Want die hype waar wij op in hadden gezet, die kwam niet uit. En een jaar later had ik mijn mooie baan had ik opgezegd. De investering raakte op. We liepen uit met uren. Ik werd emotioneel, werd ik er niet beter van, want ik werd gestrest. Dat had een effect dat mijn relatie overging. Daardoor raakte ik mijn huis kwijt. Ik raakte alles kwijt. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik 10 maanden lang in het geheim op mijn kantoor heb geslapen.
Dan wil ik dat je je even voorstelt dat jij nu op de plek waar je werkt, waar 35 mensen werken, dat je daar stiekem op kantoor aan het slapen bent, omdat je je schaamt. Want ja, je wilde natuurlijk wel een succesvol bedrijf neerzetten. En ik kon gewoon nergens mee heen op dat moment. In die 10 maanden had ik wel bedacht, er moet nu wel iets anders gaan gebeuren, want dit gaat niet goed. En ik ben toen echt in een reis begonnen voor mezelf, persoonlijke groei. En ik moest iets. En ik ben 10 maanden keihard gaan werken. Ik heb het bedrijfsmodel omgeflipt. Ik had weer iets anders bedacht. Dat ging goed. En vervolgens hadden we weer een succesvol bedrijf. Kon ik weer een huis huren. En een week nadat ik het huis de sleutels had gekregen, ben ik compleet ingestort. Ik had echt een burn-out. Van hier tot aan de muur. Fysiek, mentaal, helemaal opgebrand. En dat was wel... Wie heeft er hier een burn-out gehad? Een aantal mensen. Zijn er mensen, collega's met burn-outs en zo? Ja, wel een hoop, hè? Ik kon echt helemaal niks meer. Maar goed, ik had gelukkig zo hard gewerkt dat ik nog wel een tijdje vooruit kon. Het bedrijf liep wel gewoon door. Maar dat was voor mij wel een moment dat ik moest gaan... Ik moest wat anders gaan doen. En dan zal je je afvragen... Ja, hoe kom je dan in hemelsnaam bij zo'n Indianenstam terecht? Nou, dat is als volgt. In die reis van persoonlijke groei heb ik heel veel geprobeerd. Coaching... masterclasses, cursussen, online dingen, van alles en nog wat. Maar één ding heeft mijn leven echt gigantisch veranderd. En dat is een beetje onorthodox. Maar dat is een eeuwenoud, mysterieus medicijn. Wat uit de Amazone komt. Waarbij de Indianen al... Zij gebruiken dit om de ziel van hun lichaam te reinigen. Dat doen ze door 2 verschillende planten. En dat is bijzonder, hè? Want er zijn meer dan 400.000 planten in de Amazone. Die hebben ze bij elkaar gebracht. Die bewerken ze op een bepaalde manier. En als je dat dan drinkt, dan krijg je inzicht over jezelf. Je kan oude stukken waar je verdriet of pijn of leed hebt, die kan je daarmee oplossen. En dat doe je ongemakkelijk door het uit te spugen, door het uit te kotsen. En voor degene die misschien wel eens van de ayahuasca hebben gehoord, daar heb ik het nu over. Ik noem het medicijn. En voor die Indianen is dit echt de religie. Want je drinkt dit en je krijgt inzicht over jezelf. En je kan jezelf daarmee helen van alle onzin waar je mee rondloopt. En toen ik dit voor de eerste keer deed, puur uit nieuwsgierigheid... en dat is een grappige, want de eerste keer toen ik die deed... toen ging ik daarheen om achter de naam van mijn bedrijf te komen. Het was een soort... ik ging dit gewoon maar proberen. Maar ik zag er allemaal hippies, die zaten daar... en ik voelde me daar helemaal niet thuis. En die hippies zaten allemaal... Ik wil graag meer zelfvertrouwen, meer zelfliefde... en ik dacht, ik ga hier zo buiten de boot vallen zo meteen. Dus ik dacht, weet je, naast mijn bedrijfsnaam... mijn vader is 2 maanden geleden na mijn geboorte is die overleden... Als ik een teken van hem zou krijgen, dan zou dat mooi zijn. En dan val ik niet zo buiten de boot. En het resultaat is dat ik daar vervolgens 8 uur lang een gesprek heb gehad met mijn overleden vader. En nu, iedere keer als ik dat zeg, iedere keer als ik op een podium sta, dan krijg ik daar weer kippenvel van. En dat was zo'n intense ervaring, waarbij ik er eigenlijk achter kwam. Dat ik als 2 maanden oude baby dat nooit heb kunnen verwerken. Want toen ik op een gegeven moment lekker rond kon lopen en kon praten... werd er eigenlijk niet meer over gepraat bij ons thuis. En ik kwam er toen achter dat heel veel verdriet, heel veel boosheid, heel veel woede... en heel veel die zoektocht naar erkenning en naar succes... dat kwam wel allemaal daar vandaan. Want ik heb gewoon een vader gemist. Die me gewoon een schouderklopje gaf van, hey, goed gedaan. Dus dan ga je het zoeken. Nooit geweten. Ik was aspiritueel toen ik erin ging. En toen ik eruit kwam, heb ik 3 weken zo in de bak gezeten. Holy shit, wat was dit? En ik weet dat er nu een aantal van jullie zijn die zeggen... Ja, maar Wigert, je hebt gewoon drugs gebruikt. En je hersenen maken daar een of ander mooi verhaal van. En je gevoel komt boven. Dat is wat je hebt gezien. En een paar andere van jullie zullen zeggen... Ja, maar misschien is er wel een hele hoop in deze wereld wat we niet kunnen zien. Maar wat er wel om ons heen hangt. En dat je daarvoor open staat. Either way, wat je ook denkt. We hoeven er nu geen discussie over te voeren. Het maakt niet uit, want we weten het toch niet. Alleen wat ik wel weet is dat het voor mij ontzettend heeft gewerkt. En voor mij werd het op een gegeven moment een manier om tot antwoorden te komen. Dus een paar jaar later, toen ik heerlijk in die burn-out zat, dacht ik... misschien moet ik nu eens eventjes weer dit gaan doen. Ik ben toen naar het stamhoofd gegaan, wat je daar in het midden ziet met die mooie tooi. Die was een rondreis aan het maken door Europa. En die gaf een ceremonie. En ik was gewoon op zoek naar antwoord. Wat moet ik doen? En jongens, dan heb je gewoon een soort visioen, een stem. Dat is zo machtig, zo krachtig. Daar kun je geen nee tegen zeggen. Alsof je eigen ziel tegen je zegt wat je moet doen. En die zei gewoon van, Wigert, je gaat je bedrijf verkopen. Het gaat er zo en zo uitzien. En ik zag dat in een visioen voor me. En in september ga jij naar de jungle komen. 5 uur later liep ik naar buiten. Dacht ik, oké,
Ik moet mijn bedrijf gaan verkopen en ik moet naar de jungle. Daar is geen elektriciteit, daar is geen stromend water, daar is geen wifi. Je moet uitgenodigd worden, dus het was best wel een uitdaging. En ik heb helaas maar een half uurtje, dus ik moet het kort houden. Maar ga er even van mij uit dat ik ben er uiteindelijk terechtgekomen. En het half jaar is exact zo afgespeeld als dat ik in het visioen had gezien. Hoe ik mijn bedrijf heb verkocht, de gesprekken die ik met een investeerder had. Tot en met de sleutels die ik heb ingeleverd en dat ik in september naar die jungle ging. Ik ging naar de jungle toe. En toen ik daar was, op de eerste ceremonie met z'n allen, moet je voorstellen jongens, een dorpje met alleen maar houten huisjes. Mensen die helemaal ondergetekend zijn. Ik zal je wat foto's laten zien. Als mijn klikkertje doet. Dit is het eten. Dat ligt niet in de supermarkt, dat moet je gewoon vangen, anders heb je geen eten. Hè? Je ziet mensen helemaal ondergetekend, houten hutjes, het ruikt overal naar houtvuur. Dit zijn de shamanen, de hele dag bezig met planten, met kruiden, met dingen, alles om er gezond te blijven. Oh. En toen ik daar die allereerste avond was, toen gingen we met 80 indianen, allemaal tooien op, ondergetekend, gingen we met z'n allen dat medicijn drinken. Want dat doe je daar met z'n allen. Want dan krijgt iedereen inzicht over zichzelf, je heelt jezelf en dat houdt de groep ook bij elkaar. Sterker nog, dit is de rode draad binnen de stam. Iedereen voelt zich verbonden met elkaar en daardoor maakt het heel erg sterk. Samen sta je sterk. Hè? En daar had ik een heel helder visioen waar tegen mij zei van, joh Wigert, goed dat je er bent, goed dat je geluisterd hebt. Het is jouw missie om de wereld weer te leren wat het is om een puur mens te zijn. En om die boodschap straks kracht bij te dragen, want je ziet wat het hier is, je ziet hoe die mensen hier puur leven, ga je straks tijdens het ritueel wat je gaat doen, ga je een boek schrijven. En iedere keer als je die ayahuasca drinkt, dan krijg je een hoofdstuk tot je. En die boodschappen, die ga je straks aan de wereld uitdragen. En dat is hoe dat het gegaan is. Ik heb daar vervolgens in de heilige ruimte die je hier ziet. Hier heb ik 40 dagen gezeten. Een plek 2 uur verwijderd van het Indianendorp. Waarbij ik de opdracht kreeg om een boek te schrijven. En dat boek, dat is een boek geworden eigenlijk over het menselijke zijn. En ik heb daar 25 hoofdstukken geschreven. Die kan ik nu niet met je behandelen. Maar ik ga 3 punten met je bespreken. En het allereerste punt daarvan is leiderschap. Want leiderschap is voor mij dat je erachter komt waarom je denkt wat je denkt, waarom je voelt wat je voelt en waarom je doet wat je doet. En dat zijn hele diepe, moeilijke vragen. Maar als je nu voor jezelf eens afvraagt van ja, waarom heb ik bepaalde dingen nou gedaan? Waarom vertoon ik dit gedrag? En als je dat wil veranderen, dan zal je grip moeten gaan krijgen wat daarachter zit. En ik heb daar een reis met mezelf aangegaan en stel je voor jongens, hier zitten allemaal regels aan. Je mag geen zout, geen suiker. Je mag geen contact met anderen. Ik mocht geen water drinken. Ik mocht alleen een soort aardappelsoep drinken. Maar wat gebeurt er op het moment als je geen zout en geen suiker mag? Want wat doen we op het moment als we onszelf rot voelen? Dan gaan we eten. Dan gaan we koffie drinken, dan gaan we roken, dan gaan we vreemd, dan gaan we drugs gebruiken. Zijn er emotie-eters in de zaal? Niemand? Zijn er rokers in de zaal? Zijn er mensen die vreemd gaan? Dat is meestal zo. Niemand heeft antwoord. Maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Als we onszelf naarvoelen van binnen, dan gaan we toedekking zoeken. Voel je je naar alleen op de bank, ga je Facebooken, ga je WhatsAppen. En dat mag je allemaal wegnemen. Alles wat je lief is, wordt daar weggenomen. En in één keer, dan zit je alleen nog maar daar met jezelf, met je eigen gedachten. En nu komt de grap, er is laatst een onderzoek geweest in Amerika. Dan mochten mensen, die zeiden ze, je mag 35 minuten in dat hok. Of je mag op die knop drukken, dan krijg je een stroomschok, dan mag je meteen gaan. 35% die koos voor die stroomschok. En als ze dan vroegen waarom doe je dat, dan zeiden ze, ja, wat moet ik dan alleen met mijn gedachten in dat hoek zitten? Dus wij zijn zo geconditioneerd om continu afleiding te hebben. Ja, en hier zetten ze gewoon op een hutje neer. Met zo'n fles ayahuasca mag je zelf bepalen hoeveel dat je drinkt wanneer. En dan ga je tot jezelf komen. Waarom? Omdat er op een gegeven moment die jungle, die geeft je geen erkenning. Als jij je rot voelt, dan kun je niet even daar naar de McDonald's of iets anders doen. Of even je telefoon pakken. Nee, dan moet je het confronteren. Dus je zit continu met je innerlijke demonen te vechten. En je ziet dit in heel veel culturen. Hè? Dat mensen in isolatie worden gebracht. Of dat ze even afgeschermd van de wereld met bepaalde methoden. En iedere keer als ik dan dat medicijn dronk, dan kreeg ik bepaalde lessen. En ik zou je bijvoorbeeld een les geven die ik had omtrent angst. Ik had een ochtend, werd ik in mijn been gebeten door vissen in de rivier. Muggen, ik zag slangen overal. Ik zag 3 slangen in de eerste 3 dagen tijd. Dit was echt de jungle. Ik werd helemaal gek van mezelf.
al die muggen overal. En ik wist ook dat als ik s'avonds dat medicijn ging drinken, dat het die avond over het hoofdstuk angst zou gaan. Nou, voor degenen die het wel eens hebben gedaan, het is levensecht, het is doodeng en je weet nooit wat je kan verwachten. En dan moet je dat gaan doen. En heel die dag zat ik in angst en in stress. En s'avonds dronk ik het in mijn hangmat. En ik dacht, we moeten er gewoon zo snel mogelijk vanaf. En ik zat te wachten en te wachten. En de tijd ging maar door. En ik zat er naar de sterren te kijken. En op een gegeven moment dacht ik, ja weet je, het komt ook niet. Er gebeurt ook niks. En op het moment dat ik dacht, weet je, ik ga gewoon slapen. Hoorde ik in één keer de stem. En die zei, joh Wigert, je wilde weten wat angst was? Dit is het. Wat je de hele dag hebt gevoeld. Waar je jezelf letterlijk ziek mee hebt lopen maken. Ellendig mee hebt lopen maken. En nu? Nu gebeurt er helemaal niks meer. En het is interessant, toen ik het stamhoofd sprak, toen hadden we het over die slangen. Toen zei ik tegen hem van, joh, maar hier zijn allemaal slangen. De eerste beste EHBO-post is 3 dagen verder. Ben je nooit gebeten door een giftige slang of zo? Hij zei, jawel, hier, een stuk of 5 keer. Liet hij allemaal littekens op zijn pols zien. Ik zeg, ja, maar dan ga je toch dood? Hij zei, ja, nee. Ik zeg, nou luister, ik heb National Geographic gekeken. Mensen gaan dan dood, dan moet je naar een ziekenhuis. Hij zei, ja, maar dat kan toch niet hier? Hij zegt, goed opletten. Het is niet het gif wat je doodt. Het zijn de gedachten die het gif activeren die je doodt. Dus op het moment als je gebeten wordt, dan heb je maar 1 ding te doen. En dat is rustig blijven met je hoofd. Dan laat je het gif langzaam uit je systeem gaan. Kan een dag duren. En daarna kan je gewoon weer verder. En dat, oh, de kracht van gedachten. Dus, en die kracht van gedachten, die kennen jullie ook. Want je kan jezelf helemaal misselijk maken over iets wat niet gaat gebeuren. Of bepaalde herinneringen. Bepaalde dingen die in ons systeem zitten. Tradities. Of bepaalde dingen die je in je opvoeding hebt meegekregen. En ik weet nog dat ik daar op een dag rondliep. Dat ik me gruwelijk loop irriteren. En dat ik een oordeel had over alles. Vooral ook over mezelf. Over mijn bedrijf dat niet goed ging. Dat het fout was gegaan. Dat ik in die jungle zat. Wat ik hier nou weer zat te doen. Aan de omgeving dat ik me zat te irriteren. Ik kon niet communiceren met de Indianen. En toen 's middags dacht ik, weet je, ik ga gewoon weer dat medicijn drinken en we zien wel wat er komt. En terwijl ik me zo lag te irriteren en lag te oordelen vanuit mijn hangmat, kwam er op een gegeven moment een rode papegaai, echt 1,5 meter groot, die landde zo op een dak. Echt, en ik keek ernaar en het was een echte, want je kan wel goed zien wat een visioen is en wat echt is. En terwijl ik naar die papegaai zit te kijken op 20 meter afstand, echt een beest van 1,5 meter, en ik keek ernaar. En het enige wat ik voelde was gewoon een serene rust. Ik voelde helemaal niks. Ik had geen oordeel, geen gedachten, helemaal niks. En toen zei die stem van het medicijn in één keer, van dit is het, om helder te kunnen kijken. Wat is dan helder kijken? Dat je kan kijken naar iets of naar iemand, zonder daar je eigen emotionele bullshit, problemen of dingen op te projecteren. Hè? Want stel dat jij op iemand lijkt die mij vroeger heeft gepest, dan zou ik nu al een gevoel bij jou kunnen krijgen. En dat komt omdat alles wat we zien via onze zintuigen komt binnen, dat horen we, dat gaat door al die filtertjes heen. En uiteindelijk, als ik hier een onzichtbaar touwtje had, al die zintuigen die beginnen hier. En aan het einde van dat touwtje, dan zit je gevoel. En als je daar dus geen besef over hebt, of je laat het allemaal maar binnenkomen, dan kijk je dus niet helder naar de wereld, op een oneerlijke manier. Is in de vorige relatie iemand vreemd gegaan bij je? De volgende relatie is geen garantie dat het ook gebeurt, hoor. Maar dat denken we vaak wel. En terwijl ik al die informatie tot me kreeg, zag ik voor me zo'n hele grote boa constrictor. Die zat zo voor me te deinen in het visioen. En ik zeg tegen die stem, maar kan je mij dan leren wat het is om helder te kijken? Toen zei ze, dat kan ik je niet leren. Daarvoor moet je eerst sterven. En op dat moment, die slang die begint me aan te vallen en die begint te bijten. En die scheurt me helemaal open. En ik heb daar letterlijk mijn hangmat vastgepakt. En ik heb het daar uitgegild in die jungle. Zo echt en zo pijnlijk voelde het. En toen ik uiteindelijk uit dat visioen een soort van ontwaakte, wakker werd, toen zag ik mezelf al in een soort geraamte in de vloer liggen, in de grond. En het enige wat ik kon doen was met mijn ogen rondkijken. Maar ik keek heel rustig naar de wereld. En wat ik daar in één keer besefte, en wat je vaker hoort in dit soort beschrijvingen, is dat men afscheid neemt genomen van het emotionele lichaam. Al die emoties, al die bullshit, al die littekens, al die pijn wat je bij je hebt, dat je daar op een gegeven moment afstand van kan nemen. En toen zei het stamhoofd ook tegen mij, toen ik het die later met haar had, zei hij, Wigert, soms moet je sterven om de schoonheid opnieuw te kunnen ervaren. En misschien heb je wel een keertje een burn-out nodig. Of misschien heb je wel een keertje nodig dat die relatie overgaat. Gewoon puur om het opnieuw te kunnen bekijken. En opnieuw naar de wereld te kunnen kijken.
Oh. Ja. En zoals ik al zei, hè, dit is echt een reis naar binnen geweest. Van hey, waarom ben je de dingen aan het doen die je aan het doen bent? En als je dan die reis aan het maken bent, en je weet waar je naartoe wil en je weet wat je wil, doe dat dan alsjeblieft met een bepaalde wijsheid. En wat mij daar geleerd is dat die wijsheid die bestaat op 3 verschillende niveaus. En het allereerste niveau is gewoon de natuur. Want daar hebben ze geen burn-outs. Daar hebben ze geen depressies. Bestaat niet. Het woord depressie bestaat ook niet. Migraines bestaat niet. Kanker komt amper voor. Niet in de getallen of in de vormen zoals wij dat hier kennen. He? Nu komt de grote grap. 45% wat in onze apotheek ligt, komt uit de Amazone. 75% van onze medicijnen die tegen kanker gebruikt worden, komen uit de Amazone. Minder dan 0% van alle planten in de Amazone is wetenschappelijk onderzocht. En iedere hectare, dat is een voetbalveldje, die heeft een eigen ecosysteem met eigen planten en dingen. Dus de kuur voor alle ziektes, voor alle dingen, ligt gewoon daar. En terwijl ik hier sta te praten, staat het af te fikken, omdat daar een idioot van de president het stimuleert om de boel om te hakken en de boel maar plat te branden. Omdat wij daar soja, vlees en andere dingen moeten doen. Weet je, het is eigenlijk van de zotte. Anderzijds, de natuur vertelt ons heel veel. Dat hoef je die mensen niet te vertellen. Een ander ding, de wijsheid zit ook vaak in jezelf. Dat is natuurlijk heel erg voor de hand liggend. Maar heel vaak weten we niet wat we precies voelen. Waarom voel je zo? Wat wil je precies? En vaak, ik geef veel lezingen over persoonlijk leiderschap. En mensen weten vaak niet exact aan te duiden wat ze nu exact willen. En een hele mooie incheckvraag daarvoor is gewoon, oké, eventjes buiten wat je allemaal wil. Misschien wil je miljonair worden, een mooie baan hebben, dit en dat. Maar hoe wil je je voelen? Simpele vraag. Hoe wil je je voelen? En probeer dat eens voor jezelf te beantwoorden. En kijk dan eens naar de acties die je gaat nemen. Stel dan bijvoorbeeld, ja, ik wil me rustig, ik wil me relaxed voelen. Oké, is het dan nu verstandig om nog een bedrijf erbij op te gaan starten? Of is het dan verstandig om nu van baan te gaan switchen? He? Dat je continu bij jezelf incheckt over wat je wil. Want diep van binnen weet je alles. Alleen door alle afleiding kom je er vaak niet meer bij. Op het moment dat je dat een beetje helder voor jezelf hebt, dan is er ook nog natuurlijk de wijsheid van anderen. En we denken vaak dat we het allemaal alleen moeten doen. En ik zou hier heel graag nog een wat langere sessie willen hebben, dat we allemaal dingen met elkaar kunnen delen. En dat je erachter komt dat je niet de enige bent die nu met problemen rondloopt. Want de dingen die je graag opgelost wil hebben, dat is het mooie. Jouw probleem is uniek, dat is van jou. Maar de oplossing, die is al 100 keer bedacht. Door andere mensen. Dus als je dan die oplossing zoekt, doe het dan met iemand die het al een keer gedaan heeft. Als je ondernemer wil zijn, laat dan niet je moeder de boekhouding doen. Want er is geen boekhouder, snap je? Op het moment als je het artiestenleven in wil, ga dan in mentorschap bij een artiest. Die kan je vertellen, die heeft het al een keer gedaan. En dat soort dingen, simpele dingen, je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Dat je die wijsheid van iemand anders kan nemen. Ik ben van mening dat als je een stukje leiderschap neemt over jezelf en je gaat dat pad bewandelen met wijsheid, wat je zelf wil, diep van binnen, je laat anderen je daarbij helpen, dan kan er uiteindelijk maar één ding uitkomen. En dat is jouw goedheid. En dat is jouw goedheid. En die goedheid, dat betekent niks anders dan dat jij doet waar je goed in bent. Want soms spreek ik voor zalen van 1500 mensen. En dan vraag ik, jongens, wie is er op dit moment gelukkig? Dan steekt 95% zijn hand omhoog. En als ik dan vraag, als tijd, geld en ruimte niet uit zouden maken, wie zou er morgen dan nog steeds hier zitten? Dan steken alleen de directeur en de manager zijn hand omhoog. Dus we zijn allemaal wel oké dat het een zeventje is. Het leven gaat al door, het gaat allemaal wel prima. Maar op het moment dat je mag kiezen, het mag een 9 of een 8 worden, dan zou je liever iets anders doen. En het leven is relatief kort. Dus ik wil je echt aandringen. Ga alsjeblieft doen waar je goed in bent. En die goedheid, dat betekent dat je in jouw passies en in jouw gaves, en dat je die dingen naar buiten kan gooien. Want heel veel mensen kampen nu met een burn-out of met een depressie. Maar het tegenovergestelde van depressie is expressie. Dat betekent dat je doet waarvoor je geboren bent, waar je goed in bent. Want op het moment als je mond dood wordt gemaakt, je mag niet praten, je mag niet doen wat je leuk vindt, ja, dan zijn we aan het compressen. Dan wordt het een depressie. Zo simpel is het. He? Dus zorg ervoor dat je dat voor jezelf doet. En op het moment dat je dat voor jezelf doet, als jij voor jezelf die goedheid vindt, dan kan er uiteindelijk maar één ding uitkomen. En dat is dat je die goedheid ook naar buiten gaat brengen, naar de wereld.
Dat je het een andere gaat geven. Dat je kan gaan geven. Dat jouw gaven, dat je er anderen blij mee kan gaan maken. En je ziet het hier. Ik ben nu sociale projecten in Amazon aan het opzetten. Dit was een zonnepaneelproject. Zodat ze onafhankelijk hun eigen stromend water kunnen krijgen. Een project 1,5 jaar geleden opgezet. Fucking mooi. Mensen zijn helemaal blij. Weet je, het zijn maar 130 mensen. Maar ze zijn wel blij. En mijn volgende avontuur wordt dat ik mijn eerste 60 hectare aan Amazon ga kopen. Waarom? Omdat het dan bewaard blijft. Ik ga het namelijk open en ik ga het teruggeven aan de Indianen. En dat kan alleen maar op het moment als je de dingen voor jezelf goed op orde hebt. En op het moment dat je voor jezelf een visie hebt gecreëerd hoe dat je de wereld een stukje beter wilt gaan maken. Oké? Dus ik wil jullie echt... we zitten bijna op de tijd zelfs. Ik wil jullie echt op het hart drukken, de jongens. Dat als je verandering wil in het leven, als er nu dingen zijn in je leven die je wilt veranderen, blijf dan vooral niet doen wat je nu doet. Want dat heeft ertoe geleid tot waar je nu zit. Als je dingen wil veranderen in je leven, zul je dingen anders moeten gaan doen. Hè? Doe dat met leiderschap, met wijsheid. Uiteindelijk komt er alleen die goedheid uit. Maar je mag dit allemaal vergeten. Als er nou één ding is wat ik je mee wil geven, is dat de wereld niet per definitie zit te wachten op nog grotere successen, nog meer miljonairs, nog meer dit, bla bla bla. Allemaal prestige. Maar op het moment dat je de anderen, de mensen, je kinderen en de wereld om je heen wil inspireren, doe dat dan alsjeblieft door een beslissing te maken. Dat op het moment dat jij in duisternis zit, of als het niet lekker loopt, als het moeilijk is, als het pijn is, dat je op dat moment de beslissing durft te maken dat je het anders wilt. Dankjewel.